Nel, je bent tekstschrijver. En uh, dat is natuurlijk uh, heel interessant. als je met name over dingen moet gaan schrijven. waar je niet veel van af weet. Want dat zul je toch ook moeten doen, denk ik. Hoe doe je dat allemaal? Sterker nog, Jan, ik heb nergens verstand van. <laughs> dat zeg ik ook altijd. En het is ook zo. Dus ik spreek altijd mensen die uh, iets heel goed kunnen. of die met hart en ziel uh, ergens mee bezig zijn. En uh, het enige wat ik kan. is uh, blijkbaar uh, goed luisteren. Uh, en veel vragen stellen. Ik ben nieuwsgierig van huis uit. Nou, dat is absoluut een voorwaarde. Dat moet je hebben als tekstschrijver. Ja. Je moet continu doorvragen, doorvragen. En uh, vervolgens krijg je een kijkje achter de schermen bij een, een uh, ondernemer die die alles laat zien van de passie voor zijn vak. En dat is gewoon geweldig. Dus ik ben op plaatsen geweest waar je normaal gewoon niet komt, want je krijgt een rondleiding, uh, of het nou een fabriek is of wat dan ook. En, uh, en een gesprek met een, uh, een ondernemer is altijd per definitie leuk. Ze hebben altijd wat te vertellen. En bij de een moet je wat. Daar weet ik alles van. <laughs> ja, precies. Het is in ja. feite uh, wat jij ook doet. En dat doe ik dan elke dag. En het enige nadeel is dat ik er dan achteraf nog een goed lopend verhaal van uh, moet maken. Uh, maar goed, dat is dan blijkbaar het taalgevoel uh, wat ik heb en waar ik achter kwam. Dat ik dacht van, nou, daar, uh, daar kan ik wel wat mee. En dan kwam ik achter tijdens een, een opleiding waar PR en bedrijfscommunicatie een module van. Was. en uh, het is inderdaad gewoon heel leuk en het blijft heel leuk het blijft de uitdaging om precies het onderscheidende van een ondernemer op papier te zetten <tie> want laten we wel wezen uh, er zijn weinig unieke producten en diensten bijna iedereen heeft al een concurrent en stel dat ik uh, twee schildersbedrijven als klant heb dan moet ik toch die teksten zo maken dat ze zich onderscheiden ook van elkaar dus je doet ook concurrentieonderzoek? Wat doen de anderen? Wat hebben, wat hebben zij voor teksten staan? Nee, dat niet. Ik ga puur af op de ondernemer zelf. Want een bedrijf onderscheidt zich of door de product of de dienst. Hè, dat, dan heb je daarover. Dat is het onderscheidend vermogen. Ja. Of het zit in de ondernemer zelf. En als je erover nadenkt zul je dat waarschijnlijk wel herkennen. Stel er zijn twee schilders of twee accountants of wat dan ook. En met de een zul je een andere klik hebben dan met de ander. En waar zit dat in? Uh, ja dat zit in hoe die persoon is. Nou en om dat boven water te krijgen ga ik dus het gesprek aan en dan zeg ik altijd en dan zit het verschil in de bijvoeglijke naamwoorden. Uh, bij de een zal wat afstandelijker zijn en dan krijg je ook een wat zakelijker tekst. Een andere ondernemer is veel uh, persoonlijker en dat vraagt ook om een persoonlijker tekst. En dat zit dus in uh, kleine nuances. Maar het punt is, op het moment dat je het leest, dan moet die ondernemer zichzelf en zijn bedrijf daarin herkennen. Dat is duidelijk, ja. Hij ja. moet erachter staan. Ja, absoluut. Ja. En laten we wel wezen, iedereen die zegt, ik lever kwaliteit, snelheid en service. Dus daar kan ik wel een standaard verhaaltje over schrijven. Maar dan zegt iedereen, het klopt, maar niemand herkent zich erin. Oké, okay. we gaan naar het volgende nummer luisteren. En uh, hier komt uh, de te vroeg uh, overleden Udo Jurgens met Keep Me deine Angst.